mij soms gekocht. Hoezo? Op zo'n mooi pak aan. Ik wil best nog eens voor je poseren. Of heb je tegenwoordig iemand anders? Zit er soms op je te wachten? Er zit helemaal niemand op me te wachten. Ik zie je toch liever in je trui. Nou, ik zie je nog wel eens, hè. Avond, mevrouw, meneer. Ik ben zo terug. Ja, meneer. Dag meneer Martens, nog laat aan het werk vanavond? Ja, maar ik maak het niet te laat. Alsjeblieft, meneer. Graag nu uw speciale aandacht voor de nieuwe beatsensatie Daniela. Alsjeblieft, meneer. Hoe laat hebt u het? 10:32. Kunt u geen klok kijken? Oh ja, dank u wel. Pardon. Oh. Waardeloos. Wat is waardeloos? Dat kun je toch geen muziek meer noemen? Dan in mijn tijd hadden we Louis Armstrong. Nou, dat vonden die ouders vast ook niet mooi. Ha, nou, je het zegt. Die vond men het waardeloos.
U staat onder arrest. Maak maar open. Verschrikkelijk, meneer Van Dijk. Wat is verschrikkelijk? Leest u de kop van de krant maar. Lex. Grote God. Laten we dan nog eens bij het begin beginnen. We krijgen een alarmerend telefoontje van Martens. We gaan er onmiddellijk heen. Helaas te laat. We vinden jou in zijn kantoor. Brandkast open, envelop met geld in je vingers. Pistool op de grond. Martens dood. Waarom heb je dat gedaan? Kende je Martens? Je ging naar die nachtclub, je deed alsof je naar de wc ging, maar ondertussen klom je door het wc-raampje naar buiten en ging naar boven naar Martens. Niet waar? Hoe wist hij dat je zou komen? Ik weet het niet. Kende hij je? Ik heb niets te zeggen. Nou, je kunt beter een beetje meewerken, hoor. Ieder officier van justitie heeft genoeg bewijs om je te laten hangen. Zeker als je niks zegt. Waarom heen vermoord? Die brandkast, die envelop, die pistool, haal allemaal jouw vingerafdrukken. Wat deed je nog meer? Oké, Hofland. Mevrouw Martens, wilt u even meekomen alstublieft? Moet ik hem nu zien? Ik ben bang van wel, mevrouw. Ik ben inspecteur Strover, mevrouw. Het spijt mij dat ik u aan zoiets moet onderwerpen, maar... Hebt u deze jongeman al eens eerder gezien? Nee, nooit. Dat weet u zeker? Ja. Dank u voor uw medewerking, mevrouw. Mevrouw.
Nou, vertel het me, Hartman. Waar ken je ervan? Ze heeft hier niets mee te maken. Dus Keeler. Dat zei ik niet. Ik heb haar nog nooit eerder gezien. Hij heeft rust nodig. Breng hem naar zijn cel. Anton. Neem hem maar mee. Wat doen we nou? Heb jij daar ergens het adres van, Hartman? Ja. Hij heeft een soort atelier. Op het Prinseneiland. Goed. Kom op. Meer vrij. Recherche. Woont hier een Peter Hartman? Voor zover mij bekend, woont hij nou bij u? Ja, en gratis. Ik zou graag zijn kamer willen zien. Het is helemaal boven, alle trappen op. Makkelijk verhuren. Er is veel vraag naar. Betaalde meneer Hartman zijn huur altijd op tijd? Nou ja, de laatste maanden wel. Fijne spullen. Eentonig, hè, speurderswerk. Kijk, dit is. Je kent haar dus, hè? Jullie hadden zeker een verhouding. Zou je nou niet eindelijk gaan vertellen wat er allemaal gebeurd is? Ik heb niets te zeggen. Als ik mijn zin deed... Rustig, rustig, rustig. Ik krijg het wel uit. Zet hem nog maar een tijdje in zijn cel. Zonde om te worden doodgeschoten als je zo woont, hè? Heb jij de Amerikaanse ambassade opgebeld over mevrouw Martens? Ja, alles is volkomen in orde. Ja. Stromer, recherche. Ik zou graag mevrouw Martens willen spreken. Komt u binnen? Een ogenblikje, alstublieft. Mag ik u hoeden? Wilt u mij maar volgen? Inspecteur. En rechercheur Hofland. Ik begrijp dat u dit moet doen
Maar maakt u het kort. Ik zal mijn best doen, meneer... Van Dijk, compagnon van Martens. Juist, dan zult u het zonder twijfel kunnen billijken dat ik mevrouw Martens nog enkele vragen stel. Om vier ogen graag. Ik zou het erg prettig vinden als meneer Van Dijk erbij blijft. Zoals u wilt, mevrouw. Prachtig woont u hier. Het spijt me, mevrouw, dat ik u deze vraag nog eens moet stellen. Maar weet u zeker dat u Peter Hartman niet kent? Dat heb ik u toch al gezegd. Dan heb u er zeker geen bezwaar tegen dat ik uw dienstmeisje een paar vragen stel? Daar heb ik wel bezwaar tegen. Ik ken die Hartman niet. Dat is toch voldoende? Nee, mevrouw, dat is niet voldoende. Hij heeft u namelijk geschilderd. Zegt hij dat? We zijn op zijn atelier geweest. Weet u, mevrouw, waarom hij uw man heeft vermoord? Nee, dat weet ik niet. Ellen, als je hem kent, adviseer ik je toch alles te zeggen wat je van hem weet. Waarom? Wat bereik ik ermee? Krijg ik daar mijn man mee terug? Je moet het begrijpen, Ellen. Als de jongen schuldig is, moet hij gestraft worden. Maar het is allemaal zo persoonlijk. Mevrouw, ik kan u verzekeren dat wat ons betreft uw verklaringen met de grootste discretie behandeld zullen worden. Hoe bent u zo met hem in contact gekomen? Het was het voorjaar, begin april. Ik moest naar Amsterdam om een cadeautje te kopen voor een vriendin die ging trouwen. Ik ging naar kunsthandel Blom om te kijken of ik misschien iets leuks voor hun huis kon vinden. Sorry, ik zag u niet. Nou, er is niks gebeurd. Wat dom van me. Dat kan iedereen overkomen. Goedemorgen, mevrouw Martens. Hallo, meneer Blom. Dag, mevrouw Martens. Dank u, meneer Blom. Dag. Wat kan ik voor u doen? Ik zoek een cadeautje voor een jong stel. Oh, dat treft u het bijzonder. We hebben net een nieuwe collectie beeldjes binnengekregen. Is het niet mooi? Die, dat is heel fijn, ja. Die vind ik erg mooi. Ook drie vrije schoten voor u. Eenmaal in de rode en u hebt een mooie foto. Ja, 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 ja. Drie vrije schoten, alleen vanaf. Wilt u schieten? Ja. Als u hier raakt, wordt er daar een foto van u genomen.
tegen uw schouder aanhouden en daar richten. Goed tegen die schouder aan en daar mikken. Ja, dat is het betere werk. Hier is uw kaartje van de foto. Taxi. Ik geloof niet dat wij een afspraak hadden. Dat weet ik, mevrouw Martens. Neemt u niet kwalijk, maar ik heb uw naam en adres van meneer Blom gekregen. Waarom hebt u al die moeite gedaan, meneer? Hartman. Gelooft u mij, het is niet mijn gewoonte om iemand na te lopen. Maar met u is het iets anders. U bent niet alleen mooi. U hebt ook nog smaak. Hoe dat? Dat is een beeldje van vriendin. Nou, meneer Hartman. U wilt natuurlijk weten waarvoor ik kom. Natuurlijk. Ik wil dus iets laten zien. Interessante foto. Niet waar? U bent dus op geld uit. Dat heb ik niet gezegd. Ik ben bereid u 1000 gulden te geven, meneer Hartman. Ik heet Peter. Maar 1000 gulden, dat is toch geen geld om beschermvrouw van de kunst te worden? Beschermvrouw van de kunst? Het is tegenwoordig een hele eer om een artiest te mogen subsidiëren. Soms worden zelfs echtgenoten beschermheren van de kunst. Vooral als zij een dergelijke foto onder ogen krijgen. Mijn man mag hier nooit iets van weten. Maar nog veel te lang gebleven. Wij kunnen ons gesprek beter eens bij mij thuis voortzetten. Bij u thuis? Maar natuurlijk. Bedankt voor de ontvangst. Ach ja, vergat ik nog te zeggen. Mijn adres staat achter op de foto. Ik denk er niet aan. Ik wel. Ik heb namelijk het negatief. Zullen wij zeggen tot vanavond 8 uur? Lex, ik wilde even met je praten. Je moet deze klok eens horen. Die is 150 jaar oud, maar je moet hem eens horen spelen. Ik moet je iets zeggen. Alleen, hij vertikt het om gelijk te lopen. Oh, die ellendige klokken. Wacht eens. Kun je die dingen niet even alleen laten? Ach, liefje. Het is mijn therapie. Ik heb je toch gezegd dat ik met je praten moet? Ja. Kan dat niet wachten tot morgen? Ja, ik kan wachten tot morgen. Of volgende week. Of volgend jaar. Deze mevrouw zegt dat ze een afspraak met u heeft, meneer Hartman. Dat klopt. Mevrouw komt de portret laten schilderen. Dank u. Welkom, welkom. Doe eens op je thuis bent. Kom maar verder. Ah. Vind je het hier niet gezellig? Nou, het is hier natuurlijk niet zoals bij jou thuis. Maar de wereld heeft lang nodig om een artiest te erkennen. Dit is zeker uw specialiteit. Inderdaad. Niet slecht, hè? Trek je jas aan. Ga toch zitten. Je moet tegenwoordig een heleboel weten om je door het leven te slaan. Ik weet bijvoorbeeld heel wat van chantage. Nou, wat is een paar gulden vergeleken bij de aanwezigheid van een vrouw zoals jij? Cheers. Waarom moest ik hier komen? Mevrouw de Groot denkt dat je voor me poseert. Hé,
Nu ik het zeg, lijkt me helemaal geen gek idee. Voor u poseren? Natuurlijk. Je kent mijn specialiteiten. En als ik voor u poseer? Ach, er is bijvoorbeeld het negatief van die foto. Het kan heel plezierig zijn om voor mij te poseren. En in jouw speciale geval zelfs zeer verstandig. Krijg ik het schilderij dan? Natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Nu ben je verstandig. Wacht even. Negatief beloofd. Beloofd? Heb je gezegd dat ik het had? Wil je dat nou van me verwachten? Als ik dat doe, dan zie ik je nooit meer terug. We gaan nu hele goede vrienden worden. We gaan een mooie schilderij maken. We zullen een heerlijk leven hebben. Dag, liefste. Ben je alleen? U spreekt met mevrouw Maartens. Ik heb je zo gemist en het is zo'n mooie avond. Laten we met je gaan rijden. Kom maar om 8 uur halen. Wie was dat? Verkeerd verbonden. Zo, ik heb het. Wat? Een idee om de jong vrij te krijgen. Ik ga meteen even naar kantoor. Niet vanavond. Blijf toch eens thuis. Nee, liefje. Nu het nog vers in mijn hoofd zit, moet ik het ook even uitwerken. Ik blijf niet lang weg. Ik ben voor 12 uur terug. Bang? Ja, als mijn man... Je man verdient niet beter voor de manier waarop hij je verwaarloost. Je moet voorzichtig zijn. Oké. Daar toch niet naartoe? Nee, ik wil alleen zijn kantoor eens zien. Nou, die man van jou is inderdaad een hele harde werker. Is die met zijn klokken, dan is het wel met zijn wetboeken. Komt mooi uit dat zijn kantoor vlak boven die club is. Wat bedoel je? Ik heb nog een hobby, behalve jou. Wat wil je nou mee zeggen? Kijk, ik ben alleen maar praktisch. Jouw man moet bijvoorbeeld een hele mooie brandkast op zijn kantoor hebben. Er zit vast en zeker een heleboel geld in. Ik wil naar huis. Oh, je bent ook niet erg romantisch. Ik weet een gezellig restaurant. Alsjeblieft. Dank u. Pâté de foie Strasbourg. Saumon fumé. Poulet de grain Baltimore. Klinkt geweldig. Maar het is wel wat prijzig. Hé, dat is nou vervelend. Ik heb geen geld bij me. Dank je, liefste. Ik krijg het natuurlijk van me terug. Als... Als wat? Als je zorgt dat hij bij die brandkast kan. Ik denk er niet aan. Misschien verander je nog wel van gedachten. Als je straks voor me poseert.
zeer mooi, vind je niet? Ik moet je iets belangrijks vertellen. Morgen is het pleidooi van de jong. Dat is belangrijk voor ons allebei. Dat zou je eens op de tape-recorder moeten horen. Ik ga nu eens naar bed, liefje. Ik praat er morgen wel. Wat een verrassing. Wat zijn we slecht gehumeurd vandaag. Goedemorgen, liefste. Kom je vertellen dat het uit is? Ik heb genoeg van het allemaal. Oh, dat spijt me. Heerlijk. Nu dwing je me om de hele zaak met je man op te nemen. Je laat hem met rust. Hoe kan dat nou? Zaken zijn zaken. En nu ik bij wijze van spreken lid van de familie ben, zal mijn verhaaltje maar interesseren. Doe maar wat je wil. Als verdachte dit gedaan had en de politie was onmiddellijk gearriveerd, dan had deze kunnen vaststellen dat de situatie met opzet voor de jong geanceneerd was. Het Openbaar Ministerie is er niet in geslaagd het tegendeel te bewijzen. Daarom, meneer de president, in lachbare heren, is er maar één uitspraak mogelijk. Vrijspraak. Wil de officier nog repliceren? Nee, meneer de president. Verdachte, u heeft het laatste woord. Heeft u nog iets te zeggen? Nee, edelachtbare. Dan bepaalt de rechtbank haar uitspraak op vandaag over 14 dagen, 's morgens om 9:30. Volgende zaak. Wat doe je hier? Ik dacht je verhaal te kunnen illustreren. Is dat het schilderij? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Weet jij een betere plaats om het te tonen? Ik denk dat ze het hier wel kunnen appreciëren. Schoft. Is er niet. Ik heb een afspraak. Ik zal wel bovenop hem wachten. Goed, u weet de weg. Ben jij een slecht meisje? Zoek je dit soms?
Of misschien het schilderij. Hier is het. Het is nog niet helemaal klaar. Zullen we het nu afmaken, liefste? Je bent er toch? Clea? Hier nog een beetje schaduw. Barst! Vuil kring. Dan moet je eens goed naar me luisteren. Je kunt dat rot negatief van het schilderij krijgen, zodra je zorgt dat ik in die brandkast kan. En nou eruit. Ben jij dat, Alan? Hallo? Alan, waarom zeg je niks? Ik weet dat je luistert. Ik heb je iets interessants te vertellen. Luister je? Ik ben van plan dat schilderij van jou morgen in de etalage van Blom te hangen. Je moest eens zien wat ik ervan gemaakt heb. Een mooi schandaal. Je zou er natuurlijk nog iets tegen kunnen doen. Als je nou eens voor die sleutelafdrukken zou kunnen zorgen. Ik bel je over 5 minuten precies terug. Heb je gedaan wat ik zei? Goed. Nou ga ik je vertellen wat je nu precies moet doen. Ja. Met Martens. Oh, Alan. Wat vind ik niet, kindje. Je moet eerst mijn pleidooi nog repeteren. Alan, wat heb je? Wat is er aan de hand? Van alles. Ben onmiddellijk politie. Onmiddellijk. Er is iemand op weg naar je kantoor. Hij kan gevaarlijk zijn. Ellen, wat is er in Schemers naam? Dat leg ik later wel uit. Maar bel de politie nu direct. Dat was de laatste keer dat ik met mijn man sprak. Later hoorde ik wat er gebeurd was. Wat het mij tenminste dan vertelt, Ellen. Het is niet gemakkelijk voor een vrouw om over dat soort dingen te praten. Ik dank u voor uw openhartige verklaring. Oh ja, nog een kleinigheid, mevrouw. Hebt u die toevallig nog, die chantagefoto? Dank u zeer. En de foto van de schiettent. Maar daar ben ik toch weggegaan toen ik Peter daar zag? Heer. Vindt u niet dat het... Ja, u hebt gelijk, meneer Van Lengen. Het is meer dan genoeg geweest. Ik had eigenlijk graag nog met u willen praten, maar ik kom nog wel naar uw kantoor. Hebt u deze man wel eens gezien hier? Ja, meneer. Het is zo'n aardige jongen. Het is niet te geloven. Ja, inderdaad.
Eenvoudig zaakje. Ik ben blij dat het allemaal zo gemakkelijk ging. Gemakkelijk? Ja. Hij zit binnen, meneer. We hebben nou toch wel genoeg materialen om de officier van justitie door te geven? Zeker, als we eerst een paar kledigheden hebben uitgezocht die volgens mij nog niet helemaal kloppen. Jongen, dan moet je eens goed naar me luisteren. Als er iets is waar ik de pest aan heb, dan is het aan een chanteur. Nog meer dan aan een moordenaar. Een moord uit hartstocht, nou ja, dat komt in de beste families voor. Maar chantage. Nou ga je me precies vertellen hoeveel geld je van mevrouw Martens hebt losgekregen. Hoeveel heb je van haar gekregen? Geen rode cent. Behalve wat ze voor het schilderij betaald heeft. Dus jij hebt geld van haar gekregen? Ik heb niets te zeggen. Wanneer heb je deze foto gemaakt? Wat denk je nou mee te bereiken? Weet het niet. Kan me niet schelen ook. Ik ben geen moordenaar en ook geen chanteur. Dat is alles. Zo'n grafisch werk vind ik ook interessant. Maar ik heb toch liever dit beeld. Dank u wel, mevrouw Oosterboom. Ik zal het bij u thuis laten bezorgen. Dat is goed, meneer Blom. Dag, meneer. Goedemiddag. Mijn naam is Stromer, recherche. Oh. Bent u meneer Blom? Ja. Ik zou u graag een paar vragen willen stellen. Mij? Ach ja, over die arme Peter Hartman natuurlijk. Ja, inderdaad, ja. Ja, ach, een aardige jongen, meneer. Altijd vriendelijk en altijd beleefd. En altijd platzak, ja. Ik heb hem nog een paar keer bij mijn klant aanbevolen. Verkocht hij veel van zijn schilderijen? Ach, nee, meneer. Bijna niet. Ik zou zeggen dat hij de laatste paar maanden misschien één klant heeft gehad. Was die klant misschien mevrouw Martens? Ja, inderdaad. Ik heb haar zelf nog zijn adres gegeven. U hebt haar zijn adres gegeven, niet hem haar adres. Nee, dat heb ik gedaan. Mevrouw Martens was geïnteresseerd in zijn werk en ja, ze is een goede klant. U denkt toch niet echt dat Peter haar man vermoord heeft? Nou, dat ziet er wel uit. Ziet u iets bijzonders aan deze foto? Dat is eigenaardig. Het is net dat mevrouw Martens een van onze beeldjes steelt. Ja, nou, dat is te gek. Trouwens, ze heeft betaald. Ze wilde het zelf als cadeau inpakken. U weet zeker dat ze het betaald heeft? Oh, ja, zeker. Nog een blikje. Begin april zijn die beeldjes binnengekomen. Alsjeblieft. 5 april heeft mevrouw Martens het hier gekocht. En waar stond dat ding precies? Dat stond hier. Of daar. Dan stond mevrouw Martens dus hier. Ja, dat klopt precies. Mevrouw Martens stond daar en ik stond hier de kwitantie te schrijven. Fotografeerde Peter Hartman zijn schilderij wel eens? Oh, die Peter maakte van al zijn schilderijen altijd een foto. Dank u zeer, meneer Blom. U hebt mij bijzonder goed geholpen. Tot uw dienst, meneer Stromer. Dat is niet zo mooi. Ja. En waar is de baas? In uw suite, meneer. We dachten u voor een paar schoten, meneer. Ja, daar kom ik juist voor, ja. Mijn naam is Stromer, recherche. Ik weet van niks. Ook niks. Van hem? Dat is Peter. Die proberen jullie de bak in te draaien. Vermoord. Ik hou niet van die politiegeintjes. Nou, hoe weet je dat we niet juist proberen hem te helpen? Helpen. Wat wilt u weten? Of hij hier vaak kwam? Nou, zo nu en dan. Deze vrouw wel eens gezien? Misschien wel. Misschien niet. Zeg, de negatieven van die foto's, worden die bewaard? Ja, ik krijg wel eens een nabestelling. Die van 5 april, zijn die allemaal opgehaald? Ik zal eens kijken. Ja, ze zijn allemaal weg. Ja. Kan ik er een nabestellen? Ja, zeker. Hebt u het nummertje? Je kunt de hele over me afdrukken. Op kosten van de politie.
Eens een keertje schieten? Voor niks. Asch. Niet slecht voor politie. Dat zijn goeie geweren. Uh-huh. Die foto's die zal ik wel laten ophalen. Oké? Oké, okay, meneer. Ja, meneer Van Dijk. Hier is een meneer Stromer voor u. Meneer Van Dijk kan u direct ontvangen. Dank u. Inspecteur, meneer Van Dijk. Dank u dat u ons kantoor weer vrij hebt gegeven. Ik had u wel verwacht. Gaat u zitten. Dank u. Meneer Van Dijk, ik zou u graag een paar vragen willen stellen. Hoe lang was meneer Martens getrouwd? Dat weet ik niet zo precies. Maar ik denk een jaar of 15. Gelukkig? Ach, wat is gelukkig? Uitgesproken slecht was het niet. Zijn er nog bepaalde details die u aan het verhaal van mevrouw Martens zou willen toevoegen? U als goede vriend des huizes. Er is inderdaad iets. Ik weet alleen niet precies hoe ik het u moet vertellen. Ach, als mevrouw Martens zo openhartig kon zijn. Openhartig, ja. Maar niet volledig. Begrijpt u me goed? Ze vertelde de waarheid toen ze zei dat Lex alleen maar geïnteresseerd was in zijn werk. Zijn klokken. Wat ze niet verteld heeft, is dat ze een goede vriend had. U, meneer Van Dijk. U zou er in de loop van het onderzoek toch achter gekomen zijn. Het is een eeuwenoud verhaal, inspecteur. In feite erg banaal. Ik ben ervan overtuigd dat u het wel eens eerder gehoord heeft. Dat heb ik inderdaad, ja. Maar wist u van die affaire tussen mevrouw Martens en Peter Hartman? Ja. Ik heb haar allemaal op het punt gestaan er iets aan te doen. Maar dan denk ik aan het schandaal, de firma, partner. En Ellen kennende hoopte ik dat het vanzelf wel zou overgaan. Of u mij gelooft of niet, Lex was mijn beste vriend. Hoe lang is die geschiedenis tussen u en mevrouw Martens al aan de gang? Een jaar of twee. Deze is genomen in Oostende, terwijl Lex in Zwitserland was. U hebt toch zeker geen bezwaar tegen dat ik deze foto meeneem? Nee. Als ik hem maar wel van u terugkrijg. Natuurlijk. Ik hoop dat ik u van dienst heb kunnen zijn. Ja, dat hebt u inderdaad. En nog één vraag, meneer Van Dijk. Weet u dat mevrouw Martens leidt aan kleptomanie? Ja. Er is inderdaad vroeger wel eens iets voorgevallen. Blijkt nu weer gebeurd te zijn. Destijds is dat discreet behandeld. Dank u, meneer Van Dijk. Inspecteur. Ik heb alles meegebracht. Dit zijn dus de spullen van Hartman. En mevrouw de Groot wil graag weten of ze de zolderkamer weer winst kan laten afwerpen. Wat heb je gezegd? Van niet natuurlijk. Goed gaan. Nou, zorg dat ik op het lab kom en laat het grondig bekijken. En? Ze hebben het nagekeken en niets wijst erop dat er ooit iemand met zwarte verf aan geknoeid heeft. Trouwens, dan zouden er microscopisch kleine deeltjes aan. Je begint dan net zo geleerd te leuteren als al die genieën van het laboratorium. Heb jij verstand van fotografie? Niet meer dan elk andere amateur. Nou, onderschat ze niet, die amateurs. Bekijk deze foto eens goed. Nou, meneer Van Dijk en mevrouw Martens schenen zich hier best te amuseren. Dat bedoel ik niet. Vergelijk hem eens met onze chantagefoto. Aha. Zie je wat ik bedoel? Ja, met andere woorden. Precies. Hoe lang heb je dienst vanavond? Tot middernacht. Goed. Waar gaat u naartoe? Het rosse leven in.
Ja, mevrouw. Sherry graag. Alsjeblieft. Barkeeper. Ja, meneer? Hoe laat is die zangeres op? 10:30. Over ongeveer 2 minuten. 10:30 precies. Kop af, de baas is erg op de klok. Kom zo terug. Alsjeblieft. Dank u wel. Voor de nieuwe beatsensatie, Daniela. Ja, Hofland. Zegt u? Kan ik iets horen? Ja, muziek. Een of andere zangeres. Goed, ja. Doe mij een plezier, pak het dossier en kijk eens voor me na. Wie Martens aan de telefoon heeft gehad voor hij vermoord werd? Moment. Hallo? Dat is Anton geweest. Vraag even of hij aan de lijn komt, wil je? Ogenblik. Anton. Ja? Ja, Anton. Toen Martens je opbelde, is jou toen iets bijzonders opgevallen? Die muziek. Zangeres, geloof ik. Net als nu. Dank je, Anton. Geef me Hofland nu even, wil je? Ter Hofland. Hoe laat was de dokter hier precies? 11:15. En kijk eens in zijn rapport. Hoe lang zei hij dat Martens toen nog dood was? Moment, hier heb ik het hoor. Dus, de dood trad in tussen 20 minuten en 1/2 uur voor aankomst van de dokter. En nog één ding. Hoe laat belde Martens precies? 11:02. 10:32. Ja, ik heb het weer bedankt. Het Openbaar Ministerie grond hebben wijsvoering op waarschijnlijkheden, vermoedens en toevalligheden. En met alle respect voor het, meneer de officier.
Nou, zal ik jou eens één ding vertellen, mijn jongen. En dat is dat je niet uit deze kamer komt voordat jij je mond hebt open gedaan. Ik heb al gezegd dat ik niets te vertellen heb. Ik heb iedere stap die jij op de avond van de moord hebt gezet gereconstrueerd. Dan moet je eens goed naar me luisteren. Een jongen die de echtgenote van de vermoorde chanteert, haar tot zijn maîtresse maakt en haar dan dwingt hem de sleutels van haar mans safe te geven. Wou ik nog simpeler? Wil je me nu vertellen waarom je hem vermoord hebt? Waarom? Ik heb niets te zeggen. In dat geval, mijn jongen, heb ik jou iets te zeggen. Wist je dat jouw vriendin Ellen, die jij zo ridderlijk beschermt, al sinds 2 jaar een verhouding heeft met de partner van haar man? Dat is een leugen. Ellen houdt van mij. Natuurlijk houdt ze van je. Van wie dan meer? Hoeveel denk je dat er waren? Zo, mijn jongen. Zou je me dan nu eindelijk eens gaan vertellen wat er allemaal is gebeurd? Begin maar bij het begin. Hoe heb je haar leren kennen? Het was op een ochtend, begin april. Ik stond een van mijn schilderijen te fotograferen bij Blom. Het is een hobby van me om mijn schilderijen te fotograferen als ze in de etalage hangen. Maar binnen. Nou, je weet zeker hoe zo'n ding werkt, hè? Geen flauw idee. Nou, laten we dan maar het beste ervan hopen. Zorg in ieder geval dat je geen opdonder krijgt. Klaar? Ja. Prettig dat u gekomen bent. Geeft u mij uw jas mee. Dank u, inspecteur. Gaat u zitten. Zo, laten we eens kijken. We hebben hier het vergrotingsapparaat, het fototoestel, de envelop met geld, de chantagefoto en het pistool. Ik vond dat het tijd werd om eens een paar raadslachtige feiten in deze historie wat nader te bekijken. Ik heb hier een getekende verklaring van Peter Hartman. Die spreekt voor zichzelf. Het was op een ochtend, begin april. Ik stond een van mijn schilderijen te fotograferen bij Blom. Het is een hobby van me, mijn schilderijen te fotograferen als ze in de etalage hangen. Ik was juist bezig met mijn camera toen... Sorry, ik zag u niet. Er is niks gebeurd. Neem me niet kwalijk. U nam een foto van me. Van u? Toen ik daar binnen stond. U nam toch een foto? Oh nee, ik was net bezig een van mijn schilderijen te fotograferen. Dat is het. Dat is heel goed. U heeft een flair voor vrouwen. Dank u. Heb ik uw werk wel eens eerder gezien? Ik verkoop af en toe wel eens wat, maar ik hang nog niet in het museum. Nou, bedankt voor het compliment. Ik ben hier gekomen om Jan Klaassen op te hangen. Jan Klaassen die heeft de mens vermoord. Hij wordt voor straf met zijn hoofd in die galg. Waar is Jan Klaassen? In de huis. Ik zal hem wel krijgen. Ja. Ik zal hem burgen. Ja. De rieberij is schoten.
Drie vrije schoten aan één van Ali Peter. Hi, Max. Geert je voor niks, jongen? Voor niks? Dat is net wat ik nodig heb. Meer kan er niet af vandaag. Ja. Ali van der. Ja. Drie vrije schoten. Ali Peter, maar jij hebt niks gehad, hè? Ja, vrijkaartje. Dank je. Alsjeblieft. Dank je. Ik wou je beter hebben. Gemis. Hier. Nog een keer. Dank je. Ja. Ja. Mooi. Mooi, schat. Hier is je kaartje. Ja, meneer? Ik ben Peter Hartman, mevrouw Martens, verwacht me. Komt u binnen. Een ogenblikje, alstublieft. Deze kant uit, alstublieft. Goedemiddag. Wat is er, meneer Hartman? Ik had geen idee dat u het was. Ik ben mevrouw Martens. Ik had niet gedacht dat wij elkaar zo vlug zouden ontmoeten. Nee, eerlijk gezegd, nee. Wilt u wat drinken? Scotch? Sherry? U drinkt toch wel iets? Nee, een whisky, graag. Ja, alstublieft. Puur? Ja, graag. Ik hoop niet dat u gedacht hebt dat ik vanmorgen onhebbelijk was. Ik wilde namelijk graag met u praten. We praten nu toch? Cheers. Cheers. Laten we ter zake komen. Is 1000 gulden genoeg? Genoeg? Voor een schilderij. Ik vind dat u talent heeft. 1000 gulden is erg goed betaald. Maar daarvoor wil ik dan ook helemaal geschilderd worden. Als het u schikt, dan zal ik mijn ezel en verf meebrengen. Heeft u geen atelier? Jawel, een soort van atelier. Dat lijkt me veel makkelijker en interessanter. Als u dat beter uitkomt, natuurlijk. Vanavond om 8 uur. Zoals u wilt. Ja, binnen. Uw nieuwe model, meneer. Je woont hier echt gezellig. Maar hoog. Ja, misschien niet zo gezellig als bij u thuis. Heb je iets te drinken? Of mag dat niet met het werken? Ik heb alleen maar lamp. Oh, dat vind ik heerlijk. Heb je een vriendinnetje? Gehad. Ik zie haar nooit meer. Ze heeft nu een ander. Cheers. Cheers. Ellen, Peter. Ten slotte is de verhouding tussen schilder en zijn model van vertrouwelijkheid. Maar goed. Ellen. Ik had gedacht u hier neer te zetten. Zeg, Peter, ik wil eigenlijk zo geschilderd worden. Bedoelt u dat jij? Bedoel je dat je... Dacht je dat ik rechtop zou zitten als een statige douairière? Zoals je wil. Pak eens aan.
Ik zal wel een makkelijke pose uitzoeken. Is het zo goed? Wacht even. Ik heb het liever anders. Je hand weg. Zo. En dan je hand zo. En deze hand. Lig stil alsjeblieft, zo kan ik niet werken. Peter, kom eens even bij me zitten. Het is pas de vierde keer dat je voor me poseert. En we zijn al zo goed op weg. Drink eens wat. Helemaal. Je werkt veel te hard. Peter, help me eens. Niet kapot maken. Dank je. Het schiet de lader op. Morgenavond. Morgenavond, lieveling. Laten we morgens uitgaan. Voor de verandering. Geweldig. Ik weet een enig plekje. Dan ben ik om 8 uur voor de deur. Mijn man... Wat je man? Hij is 30 jaar ouder dan jij. Wat doet dat er naartoe? Hij is niet meer in mij geïnteresseerd. Hij denkt alleen maar aan zijn werk en zijn pleidooien en aan... Zijn klokken? Ja, zijn klokken. Misschien is het verkeerd wat we doen. Nonsens. Schat, laten we alles vergeten. Ik hou van je. Ja, binnen, Ellen. Ik ben het maar, meneer Hartman. Mevrouw heeft dit voor u afgegeven. Dank u, mevrouw Groot. Lieve Peter, je had gelijk. Het is verkeerd wat we doen, vergeef me. Als je mijn man kende, zou je het begrijpen. Het Openbaar Ministerie grond zijn bewijsvoering op waarschijnlijkheden, vermoedens en toevalligheden. En met alle respect voor het meneer de officier, moet ik toch zeggen dat zijn betoog meer spitsvondig dan overtuigend is. Vanzelfsprekend heeft de verdachte een fout gemaakt. Op het moment dat hij zich realiseerde in welke omstandigheden hij zou kunnen worden aangetroffen, had hij de politie kunnen bellen. Stel voor, meneer de president, dat ik mij in de situatie van de jong had bevonden. Ik had toch onmiddellijk de politie gebeld. Ik had gezegd, u spreekt met meester Martens. Ik verkeer in levensgevaar. Stuur alsjeblieft zo gauw mogelijk iemand naar mijn kantoor. Het is urgent. Als de verdachte dat gedaan had en de politie was op tijd gearriveerd, dan had deze onmiddellijk kunnen vaststellen dat de situatie met opzet voor de jong geanceneerd was. Is mevrouw Martens thuis? Nee, mevrouw is niet thuis.
Liefste Peter, ik moet je dringend spreken. Kun je me in het zeerestaurant na sluitingstijd ontmoeten? Ik reken op je, Ellen. Meneer Hartman? Ja. Mevrouw zit voor. Ellen. Peter. Eindelijk. Ik ben zo bang. Waarom? Wat is er? Hij wil me vermoorden. Wat? Vermoorden? Waarom denk je dat? Ik heb dit in zijn slaapkamer gevonden. Waarom denk je dat hij je wil vermoorden? Ach, je bent alleen maar een beetje van streek. Hij heeft het mezelf gezegd. Je hebt hem niet gezien, je kent hem niet. Ga mee. Waar naartoe? Naar de politie. Dat kan niet. We kunnen toch niets bewijzen. Waarom blijf je eigenlijk bij hem? Ik kan niet weg. Wat? Hoezo? Geef me terug. Sorry, ik heb je er buiten moeten houden. Ellen. Ellen, ik wil tenminste begrijpen wat er aan de hand is. Ik hou van je. Dat weet ik. Ik wil je helpen. Alsjeblieft, wat kan ik voor je doen? Je weet waar het kantoor van mijn man is, boven de carousel. Ja? Daarachter is een brandladder. Wat? Weet ik geïnbreken? Je wil me toch helpen? Ja. In zijn kantoor staat een brandkast. Gaat het om geld? Nee, om een bruine envelop. Wat zit erin? Brieven van een vroegere affaire. En wat? Foto's. Bepaalde foto's. Als ik die eenmaal heb, dan hoef ik niet meer bij hem te blijven. Ellen, Ellen, wacht. Ik zal het doen. Ik zal zorgen dat je die envelop krijgt. Later maakten we de afspraak dat ik om 10:30 zou gaan. Ja. Ellen zou dan zorgen dat haar man weg was. De volgende avond deed ik wat Ellen mij gevraagd had. Toen de politie binnenkwam, zag ik voor het eerst het lichaam van meester Martens. Ik heb hem niet vermoord. Na duidelijke voorlezing volhard ik bij mijn verklaring en teken deze P. Hartman. Dat hele verhaal is van A tot Z gelogen. Het is duidelijk dat er maar één van deze twee verhalen waar kan zijn. Dat van u, mevrouw Martens, of dat van Peter Hartman. Laten we nou eens één punt bij de kop nemen. Ja, begin maar, Hofland. U hebt ons verteld, mevrouw Martens, dat u in die schiettent een foto geschoten hebt, nietwaar? Ja. Ja, ga je gang maar, Hofland. Wilt u nu eens vertellen waar u precies stond? Stond u hier? Of stond u misschien daar? U hebt toch een foto geschoten, nietwaar? Ja. Dan moet u dus ergens gestaan hebben. Wijst u het jezelf aan, alstublieft. Ik stond daar, bij de geweren. Ja, ja. En die jongeman stond dus daar, of heb ik dat misschien verkeerd begrepen? Hij kwam achter me staan. Ja, ja. Dank u zeer. Laten we dan nu eens kijken naar het resultaat van die schieterij. Je hebt gezegd dat je hem weggegooid had. Maar dat heeft hij gedaan, mevrouw Martens. Zoals hij alles gedaan heeft wat u hem gevraagd hebt.
Ik heb die hele rol van de 5e april laten afdrukken. Inspecteur, ik heb het grootste respect voor de politie. Ik zit om zo te zeggen zelf in het vak. En daarom kunt u mij helpen, meneer Van Dijk. Ik weet wel dat dit nog niet afdoende is. En ik weet ook niet precies hoe het zich allemaal heeft toegedragen. Maar ik heb wel een theorie. Oh ja? Laten we nou zijn gedachten teruggaan naar de avond van de moord. Het is 9:50 en meneer Martens is nog aan het werk. Hij neemt een speech door voor een zaak die de volgende dag voor zal komen. En zoals gewoonlijk gebruikt hij zijn tape recorder om de voordracht van zijn pleidooi te controleren. Want hij wil er zeker van zijn dat het voor de rechtbank allemaal overtuigend klinkt. Alle respect erop wijzen. En weer, meneer de president, moet ik u met alle respect erop wijzen dat het Openbaar Ministerie geen enkel bewijs. Ja? U spreekt met meester Martens. Ik verkeer in levensgevaar. Stuur alsjeblieft zo gauw mogelijk iemand naar mijn kantoor. Het is urgent. Zonder sirene. Thank you.
U staat onder arrest. En dit is volgens mij de enige verklaring voor de merkwaardige situatie. Dat meneer Martens al dood was voor hij ons opbelde. Inspecteur, ik ben teleurgesteld. Dit is inderdaad alleen maar theorie. Jawel, maar een theorie die op feit is gebaseerd, is niet zomaar van Martens. U ziet zelf toch dat het waanzin is? Net zo als de waanzin tussen u en meneer Van Dijk. Hoe komt u erbij? U verzint maar wat. Nee, mevrouw Martens, u verzint maar wat. Inspecteur, hiertegen moet ik protesteren. Dit mag u zomaar niet aannemen. Een ogenblik, meneer Van Dijk. De voorstelling is nog niet afgelopen. Laten we eens even verder kijken. Hoe komt hij eraan? Meneer Van Dijk was zo vriendelijk om die foto af te staan in het belang van het onderzoek. En dat onderzoek heeft uitgewezen... Is dit de foto waarmee Hartman getracht heeft u te chanteren, mevrouw Martens? Ja. Het is duidelijk dat dit een detailvergroting is, nietwaar? Hartman, waar is die foto gebleven die je gemaakt hebt voor de kunsthandel van Blom op de dag dat jij en mevrouw Martens elkaar voor het eerst ontmoeten? We hebben dat ik nergens kunnen vinden. Die heb ik aan Ellen gegeven. En het negatief? Dat ook. Ze wilde nog een paar afdrukken laten maken. Ze vond hem zo grappig. Grappig? Hoezo? Omdat het net leek of ze een beeldje stal. Ja, onze tekenafdeling heeft die foto gereconstrueerd zoals hij er in werkelijkheid moet hebben uitgezien. Zag jouw foto er zo uit, Hartman? Ongeveer. Viel het je niet op dat het net was of mevrouw Martens een beeldje stal? Nee, het kwam niet in me op. Ik koop zelf ook wel eens iets dat ik zo in mijn zak steek zonder het te laten inpakken. Jawel, maar als je gewild had, dan had je best een vergroting kunnen maken om haar daarmee te chanteren. Laten we dat niet vergeten. Ik heb die foto niet gemaakt. Goed. Dat zullen we dan nu verder onderzoeken. Volgende afbeelding, Hofland. Elk van u kan zien dat beide foto's eenzelfde afwijking vertonen veroorzaakt door het vergrotingsapparaat. Ter verduidelijking heeft ons laboratorium die afwijking nog wat geaccentueerd. Volgens mij betekent dit dat beide foto's met hetzelfde apparaat vergroot moeten zijn. Dank je, Hofland. Wat denkt u nou eigenlijk mee te bewijzen, inspecteur? U bent in het bezit van een vergrotingstoestel, is niet zo, meneer Van Dijk? Ja. U hebt die twee vergrotingen gemaakt, nietwaar? Toen mevrouw Martens u vertelde van haar ontmoeting met Peter Hartman, hebt u toen niet gezegd, dat is nou de kans waarop we al die tijd hebben zitten te wachten? Zorg dat je die foto in handen krijgt en die jongeman zal een prachtig slachtoffer zijn? Is dat niet zo, mevrouw Martens? Inspecteur, u grondt uw bewijsvoering op waarschijnlijkheden en vermoedens. Inderdaad. Ik zal dit alles moeten bewijzen door tenminste iemand hier de waarheid te laten zeggen. De menselijke factoren in deze zaak zijn legio. Hier hebben we een aantrekkelijke vrouw die verwaarloosd wordt door haar oudere man. Wat is hiervan het gevolg? Een affaire met Van Dijk, de compagnon van haar man, en het tragisch einde van de heer Martens. Wat heeft nu tot dit alles geleid? Volgens mij zijn er twee mogelijkheden. Ofwel, ze was zo gehecht aan een luxe leventje dat ze hem niet in de steek durfde laten uit angst zonder een cent op straat te komen staan. Maar als hij dood was, zou ze vrij zijn. En rijk. Of, ze stond zo onder invloed van Van Dijk, dat ze willoos alles deed wat hij van haar verlangde. Aan de andere kant had ze toch ook wel weer behoefte aan liefde. Een genegenheid. En waar vond ze die? Bij deze jonge man. Die moest opdraaien voor de moord op meester Martens. U, Van Dijk, wist van haar genegenheid voor Peter Hartman. En zag er geen been in mij van uw affaire met mevrouw Martens op de hoogte te brengen. Dat alles echter is mijn zaak niet. Moord echter wel. Ik zal dus nu moeten gaan vaststellen wie meester Martens heeft vermoord. Met. Wilt u alle drie om de tape recorder van meester Martens komen staan?
Als u toegeeft dat u uw man hebt doodgeschoten. Hij heeft hem! Omdat u uw partner hebt vermoord, Van Dijk. Hij heeft hem vermoord. Hang u op! Hang u op! Ellen. Peter. Jij kunt dat nu niet helpen, mijn jongen. Een psychiater misschien. Ga nu naar huis. Jammer, Ellen. Iedere goede advocaat had hun bewijzen kunnen weerleggen. Ja. Mevrouw Maarten, komt u maar. Van Dijk, u kunt een advocaat bellen. Ik hoop dat u zo'n goede vindt als uw collega Martens.